Samenwerking ja, fusie nee. Want als je fusieert, hebben wij hier als Scherpenzeel vrijwel niets meer zelf te vertellen. Het zijn twee dorpen met een hele andere dynamiek, met een hele andere cultuur, met een hele andere zeg maar, kern waaruit geleefd wordt. En dat is toch niet de optimale combinatie. Nee, we zijn blij dat we zelfstandig kunnen blijven. En we hopen dat we met de gemeenteraadsverkiezingen die aankomende jaren gestemd moet worden en dat de ChristenUnie weggevaagd wordt hier in het dorp. Het heeft wel de waarnemend burgemeester de kop gekost, hè? Ja, maar die zal wel terugkomen en anders krijgt hij hier een standbeeld. Nou ja, er zijn natuurlijk mensen die pro-aansluiting bij Barneveld waren en mensen die er natuurlijk helemaal tegen waren. En of er nou heel veel tussenin zat, dat heb ik niet helemaal zo ervaren. Nee. Dus het was of het een of het ander. En dan heb je een verbindende burgemeester nodig. En volgens mij hadden we die. Als je als commissaris van de Koning op deze manier acteert, dan is dit echt een machtsspelletje. En vooral als je dat gaat doen op de dag dat Scherpenzeel zelfstandig wordt. Een paar uur daarna, dan komt het mij over als compleet om je gram te halen. Zoiets van, maar ik zal ook laten zien dat ik ook de sterkste ben. Ik vind dit echt een hele smerige overtreding om het even in voetbaltermen te bespreken.